Marinus, we zijn weer een keer in de kluis van de bibliotheek en je hebt een mooie nieuwe aankoop. Kan je daar eens wat over vertellen? Dat klopt. We hebben rond de laatste jaarwisseling hebben we van een particulier een bijzondere set boeken uit 1743 kunnen aanschaffen. Dat zijn zes delen, of althans, het zijn zes banden en in die zes banden zitten drie verschillende werken, drie verschillende titels, die allemaal geschriften zijn van Gerard van Loon. Gerard van Loon was een schrijver uit het begin van de 18e eeuw, die met name naam gemaakt heeft op het gebied van munt- en penningkunde. De inhoud van deze boeken bestaat dus uit munt- en penningkunde. Het zijn zeer rijk geïllustreerde werken met vooral afbeeldingen van munten en penningen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. En aan de hand van die Nederlandse en Franse, Duitse, Engelse penningen beschrijft Gerard van Loon de geschiedenis van Nederland. In totaal staan er 30.000 van dit soort munten staan er in deze boeken afgebeeld. Nu, de grote pret echter van dit boek, de inhoud is prachtig, is heel mooi. De grote pret is echter de band, is het omslag. Het omslag dateert uit 1743, ik zal zo vertellen hoe we dat precies weten, 1743. Het bindwerk van deze banden is gemaakt in Middelburg en bij een binderij waarvan we niet weten helaas hoe de naam van de binder was, van de eigenaar was, maar die binderij heeft de werktitel Rosettenrolbinderij. En dat is omdat in de versieringjes die erop staan, er staan steeds kleine rosetjes in. Dus die rol, met een rol hebben ze daar overheen gereden en in die rol zit een afbeelding van een rozet. En daarom wordt dit de Rosettenrolbinderij genoemd. Dus aan dat plaatje kun je zien dat dit van die bewuste binderij afkomstig is. Het was een van de grote belangrijke boekbinderijen in de 18e eeuw in Middelburg. En het is eigenlijk een tamelijk vroeg voorbeeld wel, uit 1743. Maar de grote pret dan, behalve dus dat het van de Rosettenrolbinderij is, die niet heel zeldzaam is, maar ook weer niet zo dat iedereen die in zijn kastje heeft staan, dat is het familiewapen wat hier staat. Het familiewapen staat aan de voorkant en aan de achterkant bij al die zes delen die daar staan. En het is het familiewapen, of het zijn eigenlijk twee familiewapens, van de familie Schorer en de familie Van de Putten. Het is namelijk het wapen van het echtpaar Johannes Assuerus Schorer en Maria Johanna van de Putten. Zij waren in 1718 waren zij getrouwd, hier in Middelburg. En in 1743 waren ze dus 25 jaar getrouwd. En ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk hebben ze aan een van hun zoons, ze hadden zes kinderen, aan een van hun zoons hebben ze deze banden cadeau gedaan. Alsjeblieft, dit is een cadeautje ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk. Als daar, ik denk, een soort voorschot op de erfenis, want de levensverwachting was in die tijd niet zo heel hoog. Dus 25 jaar huwelijk was al heel wat. Maar dit was ook in die tijd heel kostbaar. Ze hebben het speciaal laten maken voor die zoon. En voor die andere vijf kinderen hadden ze weer andere geschenken. Dat zijn waarschijnlijk geen boekbanden geweest. Dat is weer wat anders geweest. Overigens, voor de Middelburgse kijkers en luisteraars, de familie Schorer van de Putten, die woonde op huizen De Griffioen aan de Zeisingel, waar nog steeds dat koepeltje staat, dat theekoepeltje wat over de Domburgse watergang heen hangt, dat is gebouwd in opdracht van deze mevrouw, van mevrouw Maria Johanna van de Putten. Maar zo'n boek, je moet rekenen dat niet alleen die etsen die moesten gemaakt worden, maar ook al die letters moesten één voor één gezet worden. Yes. Het was een binderij, het was een hele fabriek. Daar stonden misschien wel tientallen mannetjes. Vrouwen deden dat werk niet, dat was echt mannenwerk. Die stonden daar
één voor één al die letters van, hè, V-A-N, spatie, en dan dit volgende woord. Allemaal één voor één. En daar moet ik bij zeggen, in de zomer gaat dat wel, maar in het lange winterhalfjaar, met hele slechte of geen verlichting, en dan kun je niet voorstellen dat dit er gekomen is met zo weinig typfouten. Ja, ja, buitengewoon. Ja. En maar Marina, zo ziet het er ook nog heel goed uit. Het werk, heb je ook enig idee waar dit nu de afgelopen eeuwen dan is bewaard geweest? In het eerste deel zit de opdracht, want daarom weten we dat 1743 en weten we dat ook hoe dat precies zit. Hebben zij dit dus gegeven aan hun zoon Lucas Frederik Schorer, die enkele jaren later zelf ook trouwde, die zelf ook een aantal kinderen kreeg. En we weten dus, en daar zijn een heleboel afstammelingen van, het is dus in een van die lijnen moet die serie meegegaan zijn. Maar op zeker moment is of zo'n tak uitgestorven, of ze zagen de waarde er niet van in, of ze wilden het juist te gelden maken. En hebben ze het dus toch in het commerciële circuit gebracht. Kwam het terecht bij een antiquariaat in Den Haag. En daar is het in 1974 aangekocht door een particulier. De hele serie dus is aangekocht door een particulier, door iemand uit Amstelveen. Die wilde er vorig jaar vanaf, want die is inmiddels ook bejaard. Die wilde ook zorgen dat het een goede bestemming kreeg. Dus die benaderde mij, heeft de ZB belangstelling om dit aan te kopen. Hij wilde het wel aan verkopen. Daar had ik al belangstelling voor. En dus, omdat het uit Middelburg komt en een Middelburgse geschiedenis heeft. En daarom heb ik het rond de jaarwisseling kunnen aanschaffen. We hadden beschikt op dat moment over geld wat daarvoor in aanmerking kwam. Dankjewel voor de toelichting en succes met inrichten. Dankjewel.